Brits-India in het begin van deze eeuw. Plagen en ziektes teisterden de armsten van India. Met een gemiddelde levensverwachting van 37 jaar was het leven in India erg zwaar. Vooral vrouwen en kinderen hadden erg te lijden onder de harde levensomstandigheden. Onder voeding, geen medische ondersteuning bij bevallingen, besmet water, parasieten en andere ziekteverwekkers zorgden dat veel kinderen en vrouwen vroegtijdig kwamen te overlijden. Bij een bezoek aan India werd Agnes McLaren erg getroffen door al dit leed. In 1909 vertrok Agnes als arts naar Rawalpindi in het huidige Pakistan. Ze was op dat moment al 72 jaar en ging er werken in een ziekenhuis voor vrouwen en kinderen. In India waren er miljoenen moslimvrouwen voor wie een bezoek aan een mannelijke dokter taboe was. Ze mochten alleen contact hebben met hun mannelijke familieleden en eigen echtgenoot. Alleen vrouwelijke artsen konden deze moslimvrouwen medische hulp geven. Maar vrouwelijke artsen waren erg schaars in het begin van deze eeuw. Het idee begon te leven bij Agnes om een genootschap op te richten van vrouwelijke missieartsen die zulke vrouwen en kinderen medische hulp konden bieden. Ze pleitte in Rome ervoor om het zusters mogelijk te maken medicijnen te studeren. Een medische zustercongregatie zou dan kunnen worden opgericht. De kerk bleef echter, nog lang nadat Agnes McLaren in 1913 gestorven was, doof voor dit verzoek. Maar haar idee leefde na haar overlijden voort in de jonge Oostenrijkse vrouw Anna Dengel. Anna vernam van Agnes McLaren dat ze vrouwen zocht die graag medicijnen wilden studeren, zodat ze in Rawalpindi medische hulp aan moslimvrouwen konden gaan bieden. Na haar studie medicijnen vertrok Anna Dengel in 1920 naar Rawalpindi. Daar werd ze geraakt door de nood van zieke islamitische vrouwen die geen medische hulp konden krijgen. 4 jaar lang werkte Anna Dengel als enige arts tussen 100.000 mensen. Door de werkzaamheden die ze verrichtte, begon haar medisch missionair ideaal te groeien. Anna probeerde vrouwen te vinden om haar te helpen. Ze reisde naar Europa en de Verenigde Staten om vanuit haar ervaringen te vertellen over de nood van vrouwen en kinderen. Samen met 4 vrouwen richtte Anna in 1925 in de Verenigde Staten de gemeenschap van medische missiezusters op. Hun aantal groeide geleidelijk tot 44 zusters in 1938. 2 van de zusters die zich aansloten waren de Nederlandse Agathe Ipma en Eleonora Lippitz. Voor de Tweede Wereldoorlog kwamen ze naar Nederland om bekendheid te geven aan de congregatie.